Zo, en dat waren dan de korte survivoren. Groep 1 op de start dus 3 minuten over 10:30. We krijgen dan weer, jongens even wachten voordat je naar binnen gaat. Hebben we dan de junioren survivoren 10, 11 jaar met groep 1. In totaal hebben we daar 3 startgroepen. En ja, keurig.
Goed bezig. Lekker. Wedstrijd lopers. Ja. Dankjewel. Kom op je dokers, trekken. Van Niels. Gebruik de spierballen. Kom op. Dan word ik niet gezellig. Goed hoor. Je kunt het. Bezig Niels? Goed zo. Goed Niels?
soms goed zo. Focus, Niels. Je kunt hem, Niels. Kom op, gewoon focussen, rustig aan. Rustig aan, Niels. Focussen. Wacht op. Hier op de wolk opnieuw. Wacht op. Sorry. Doorzetten, Niels, kom op. Je kan het zat. Gaat hartstikke goed. Thank you.
ben ik blauw hoor. Ah, ik nummer 103 hebben we dan ook hier van vliegtuigtest geworden. Ja, 103. Ook Gerno op dit moment. Dus bij de korte survival. En dan wachten we even natuurlijk. We hebben een uur. En dan gaan we eens kijken naar de volgende groepen of nog aangepast moet worden. En ik denk dat dat een hele snelle tijd is van onze grote vriend Werner. Wat? We gaan dan hier naar het nummer 1003, dames en heren. Hij zit daar naar boven, 103. En dan komen we hier binnen met Rogier van Vliet uit Westerbork. En die gaat hier de bel luiden. Rogier, tijd 1.07. Looptijd 1.07. Ja, dan ga ik pas heel even denken. En hier trouwens. Nee, die gaat hier heel even. Peter Steenstrap uit Noordwijk. Goed gedaan, Niels. Hij dus binnen. Kijk eens, dames en heren, leed. Kijk eens. Geblesseerd geraakt onderweg. Hier nog 38 men op schot aan. Geef hem een applaus. Even als ondersteuning, hè. Even als morele ondersteuning, even. Jongen, wat jammer van jou. Menno Schotanus. Ach. Sneu. Focus en Niels, focus, kom op! Hij zit elke keer weg. Denk dat je springend zou kunnen houden? Nee. Hij haalt de touw om, maar de slinger dan niet. En dan, dames en heren, gaan we natuurlijk ook zeggen, kijk, gaat de weer eens doen. Kom op, Niels! Kom op, Jimmer! Kom op, Niels! Go! Ik zeg al, Jimmer.